Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgitte Mommers en vandaag neem ik u heel graag mee naar het Rijksmuseum. Ik heb daar inmiddels talloze rondleidingen gegeven. En als ik een beetje de kans heb, dan ga ik graag met een groep naar mijn favoriete landschap uit de collectie 17e eeuw. En dat is het schilderij waarover ik het vandaag met u ga hebben. De molen bij Wijk bij Duurstede, geschilderd door Jacob van Ruisdael. Dit fantastische schilderij maakt indruk. Niet alleen op Nederlandse bezoekers, maar zeker ook op internationale gasten. Die hebben het dan over de Dutch skies, de Nederlandse wolkenluchten. Ze zien dit als het ultieme voorbeeld van het Nederlandse landschap. En daartoe horen natuurlijk ook het laagland, het water en niet te vergeten die molen. Dit werk van Jacob van Ruistaal. Plaatsen we in de traditie en de stijl van de late en de tweede helft van de 17e eeuw. Daar zit echter al een hele ontwikkeling voor. En voordat we het gaan hebben over de details die in dit prachtige werk te zien zijn, wil ik het eerst met u hebben over de ontwikkeling van het landschap in de Republiek. En daarvoor moeten we eerst kijken naar hoe het begon. Hele lange tijd was het landschap. Niet meer dan slechts een achtergrondje voor figuren. Dus je moest ze toch ergens neerzetten. Maar we zien een verandering daarin komen in het werk van Pieter Breugel de Ouderen. Daar zien we dat hij nog steeds figuurtjes centraal stelt, maar dat hij ze plaatst in monumentale, wijdse landschappen. En in sommige gevallen krijg je zelfs het gevoel dat het landschap meer aandacht krijgt dan de figuurtjes. In die landschappen zien we een relatief hoge horizon. Zo is er meer ruimte voor figuren. In het vroege werk uit uh, de 17e eeuw, de vroege zelfstandige landschappen, zien we dat in feite ook nog. Bijvoorbeeld in dit werk van Hendrik Averkamp. Averkamp is bekend geworden om zijn winterlandschappen. En ook hier zien we een relatief hoge horizon, waardoor hij het ijs kan vullen met talloze figuurtjes. En het is altijd een feest om te zien uh, wat u daarin kunt, kunt ontdekken. Sommige mensen zijn aan het schaatsen, anderen zijn aan het kolven, um, anderen doen aan het sleetje rijden en anderen maken gewoon een praatje op het ijs. Maar vanaf hier gaan de ontwikkelingen snel. We krijgen namelijk dan te maken met het zogenaamde Hollandse landschap. En een van de meest opvallende verschillen met het werk uit de vroege 17e eeuw is toch de verlaging van de horizon. Daardoor zien we dat het grootste gedeelte van een schilderij opgaat aan wolkenluchten. En in sommige gevallen is het landschap niet meer dan een paar centimeters hoog. Iemand die die uh, trend, die compositie aanhangt, is Jan van Gooyen. Daar zien we dat heel vaak terug. Het landschap in de 17e eeuw als zelfstandig genre stond niet heel erg hoog in het aanzien. Althans, niet bij kunstcritici. Het werd gezien als een minder genre. Maar dat houdt de kunstmarkt niet tegen. Want er is ontzettend veel vraag naar landschappen. Ze waren immens populair. En mensen wilden dit in huis hebben. Een van de belangrijkste redenen voor die populariteit was de mate van realisme die men erin herkende. En dan is het des te opvallender om te beseffen dat mensen als Jan van Gooyen helemaal niet buiten schilderden. Het kon simpelweg nog niet. Een van de zaken die hen tegenhield was bijvoorbeeld um, het gebrek aan tubeverf. Dan moeten ze zich voorstellen dat je zonder tubeverf zou je dus met een palet met verf naar buiten moeten. Je kunt zich voorstellen dat dat niet helemaal werkt. Dus wat gebeurt er? Mensen als Jacob van Ruistaal, Jan van Gooien en hun collega's, die maken veel tripjes, die gaan naar buiten, die maken dan schetsen. En dan komen ze met die schetsen komen ze terug in het atelier en dan gaan ze die vervolgens verwerken. En dat zien we ook bij Jan van Gooien. Dan van Gooien houdt er een enorme productie op na, zo kan hij voldoen aan de grote vraag. En hij werkt in een trend die wij vooral noemen monochrome landschappen. Dat houdt in dat er één à twee tinten overheersen in zijn werken. In het geval van Van Gooien is bijvoorbeeld grijs een erg populaire tint om te gebruiken. We zien hier ook dat hij een typisch Nederlands onderwerp hanteert: het Hollandse rivierenlandschap. En dat zien we ook terug in het werk van Salomon van Ruisdael. En ja, inderdaad, dat is familie van onze Jacob. Salomon van Ruisdael was de oom van Jacob. En hij schildert hier ook weer zo'n typisch Nederlandse rivierenlandschap. Lage horizon, veel wolken en veel water. Typisch Nederlands. En in de vroege werken van Jacob van Ruisdael zien we dan ook wel de invloed van Salomon terugkeren. Maar zoals gezegd, Jacob van Ruisdael werkt in een latere traditie. Maar ook hij schildert hier een lage horizon, een dreigende lucht. Er is slecht weer opkomst, een rivierlandschap. En ook hij gaat naar buiten. Hij gaat schetsen maken. Maar vaak verwerkt hij Verwerkt hij die tot um, landschappen die vooral de essentie van een landschap weer moeten geven? Het gaat hem er niet om om al die realistische details topografisch correct weer te geven. En in die zin is dit werk wel echt een uitzondering te noemen. Werk bij Duursteden is hier immers herkenbaar weergegeven. Werk bij Duurstede ligt ongeveer 20 kilometer vanaf Utrecht. Het is de plaats waar de Nederrijn zich opsplitst in de Kromme Rijn en de Lek. En de Lek ziet u hier aan de linkerkant. En in de tijd van Van Ruisdaal bevond zich hier al een wetering. En die wetering die zorgde ervoor dat het overtollige water werd afgevoerd. Was er hoog water, dan werd er een schot geplaatst. En dat is precies wat u hier in de onderrand van dit plaatje kunt zien. Een realistisch detail dus. En een ander realistisch detail, een topografisch correct, zien we in de rechterbovenhoek van deze afbeelding. Het is de toren van de Grote of Sint-Janskerk in Wijk bij Duursteden. Een grappig detail is het feit dat u daarop ook de wijzerplaat kunt zien. En die wijzerplaat die werd pas geplaatst in 1668. Jacob van Ruisdael dateerde dit werk niet zelf, maar op basis van een detail als dit kan er toch een jaartal of een periode aan dit schilderij gekoppeld worden. Maar natuurlijk het meest opvallende detail in, uh, in deze afbeelding... is uh, het, het, het fenomeen van die drie vrouwtjes. Die vrouwen die, um, staan hier symbool voor de vrouwenpoort. En daar wijkt Jacob van Ruisdael dus af van topografische correctheid... De vrouwenpoort die, hij, die hier stond, heeft hij besloten weg te laten. Zeer waarschijnlijk zodat er meer focus komt te liggen op die prachtige monumentale molen. Een ander realistisch detail, topografisch correct, zien we aan de linkerkant van de molen. Het herkenbare kasteel Duurstede. Dit kasteel dat verwoest werd tijdens het rampjaar 1672, was de zomerresidentie van de bischoppen van Utrecht. En dus een herkenbaar detail. Echter, wat we hier ook zien, is de vele kleine figuurtjes, of een aantal kleine figuurtjes, die langs de waterkant lopen. De figuurtjes die Jacob van Ruijzaal toevoegt aan zijn landschappen, zijn vaak nietig ten opzichte van dat grote landschap, van die grootste omgeving. En dat is ook hier het geval. En in dit geval hebben we ook nog een nietig figuurtje staan bovenop de windmolen, de molenaar. Die komt even een kijkje nemen en die maakt een inschatting van hoe zwaar de bui gaat worden, hoe zwaar de storm gaat worden en wat hij zal moeten doen. De molen is helemaal correct weergegeven door Jacob van Ru Ruisdaal. De plaatsing van de wieken is correct, maar ook bijvoorbeeld het buitenkruimechanisme van deze windmolen, waarmee de molen gedraaid kan worden. Dit was, uh, de molen die Jacob hiervoor gebruikte, was een van de twee molens op de wallen van uh, Wijkbeduursteden. Helaas is precies juist deze molen afgebroken begin van de 19e eeuw. Die andere molen, die staat nog, maar dat is dus niet de molen van Ruysdael. Er zit ook wel een degelijk verschil als u die molen naast dit schilderij zou leggen. Maar waar deze kleine, nietige molenaar een inschatting probeert te maken van het weer, zodat hij kan anticiperen, lijkt het eigenlijk allemaal nog redelijk rustig op dat scheepje op de lek, dat Jacob van Ruysdael later toevoegde. De onheilspellende lucht lijkt nog niet heel erg effect te hebben op de mensen op dat bootje. Maar ja, goed, ze zijn misschien ook wel al dicht bij de kant. Als we het hebben over dit werk, dan zien we dus dat er een aantal details heel duidelijk realistisch van aard zijn. Waardoor we wijk bij duursteden goed kunnen herkennen. Maar hij neemt ook artistieke vrijheid, zoals bijvoorbeeld met die vrouwtjes. En daarnaast zien we in detail wat er wel toe geleid heeft dat dit werk ook wel um, uh, symbolisch geduid wordt. Kijk eens naar de rechteronderhoek. Daar ziet u twee molenstenen liggen. En die molenstenen zouden veel logischer zijn om die te plaatsen naast de windmolen, vindt u niet? Hier liggen ze echter op de voorgrond. En juist door die plaatsing wordt er wel gezegd dat het. Een waarschuwing, een symbool moest zijn voor de toeschouwer. Ze staan dan symbool voor de vergankelijkheid. Een niet ongewoon thema in de schilderkunst van de 17e eeuw. Maar hoe het ook zij, of het nou symbolisch is of realistisch, topografisch correct of met toch wat artistieke vrijheid, het blijft een van de topstukken. En het verdient absoluut dat plekje dat het nu heeft in de eregalerij van het Rijksmuseum. Dus ik zou zeggen, als u daar weer een keertje bent, ga naar die eregalerij... en neem de tijd om te genieten van dit fantastische werk van Jacob van Ruisdael. Mocht u nou meer willen horen over Jacob van Ruisdael, over kunst, over andere kunstwerken... wilt u langer genieten van kunst, kortom... Dan kan ik u aanraden om een keertje mee te doen met een webinar. Twee keer per maand bied ik een live webinar aan. En dat gaat over verschillende onderwerpen. Van oudheid tot barok, van renaissance tot nu en alles wat ertussen zit. Bent u nou benieuwd? Neem dan eens een keer een kijkje op de agenda van de webinars. En daarvoor verwijs ik u graag naar www.artandleisure.nl/slash webinars. Daar vindt u de agenda, maar ook de voorwaarden en wat meer informatie over de webinars. Maar voor nu zeg ik in ieder geval: dank u wel voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer en een volgend kunstwerk.